U kijkt naar de scheidsrechter van vanavond. Ben Haverkort is aangewezen als de man die deze wedstrijd in goede banen moet leiden vanavond. Deze wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax. De opdracht voor Groningen is simpel. In ieder geval twee keer scoren, niets binnenkrijgen en dan eventueel via de verlenging en strafschoppen doorgaan. Of bij een ruimere overwinning dan 2-0 direct doorgaan na 90 minuten. Het zal verre van makkelijk zijn, omdat Ajax ook in het verleden over het algemeen heel veel en makkelijk gescoord heeft in Groningen. Vroeger natuurlijk in het Oosterpark, tegenwoordig hier in Euroborg. Paul Matthijs met Kind, hij geschorst, de aanvoerder in de laatste wedstrijden. Er dus niet bij vanwege een schorsing. Levchenko speelt. Voor hem betekent dat Bas Roorda vanavond de aanvoerder is van FC Groningen, de 33-jarige doelman. Danny Blind, ja, voor hem natuurlijk ook. Twee slachtige gevoelens op de bank bij Ajax hier vandaag in Groningen. Vandaag nog en dan zondag nog de bekerfinale. En dan lijkt het boek, in ieder geval voor wat betreft Ajax, dicht te gaan. De opstelling van de thuisploeg met daarbij Levchenko in het basiselftal. Hij vervangt de geschorste Matthijs dus. Voor de rest de bekende namen Selman en Nefland, beiden voorinspelend de spitsen. Dat betekent dat Jurie Cornelissen op de bank begint. Danny Buijs vanaf de rechterkant spelend en Lindgren de centrale verdediger in een verdedigende rol dus op het middenveld. Yevgeny Levchenko, de Oekraïner. Hij in het basiselftal en net als dat geldt voor Antoine van der Linden die de winnende treffer maakte in de competitie hier in Euroborg. Tomáš Galásek en Bas Roorda, de beide captains. Galásek voor hem ook zijn hele laatste optreden in het team van Ajax. Dit zijn de elf die Danny Blind laat beginnen. Boacci de rechtsback, Stekelenburg uiteraard in de goal. Heitinga van Malen en Emanuelsson die dus gewoon kan spelen links achterin. Galásek, Lindenberg en Bukari op het middenveld. En voorin zowel Charisteas als Huntelaar en dus ook Rosenberg. Geen plaats dus voor Ryan Babel in het basiselftal. Wel voor Angelos Charisteas die al drie keer wist te scoren dit seizoen tegen FC Groningen. En Klaas en Huntelaar, ja, dat hij in het basiselftal staat, dat leidt geen twijfel. Alles is er klaar voor hier in de Groene Kathedraal. Of, zoals u wilt, de Groene Hel, zoals het ook wel genoemd wordt hier. Groningen tegen Ajax. Tweede playoffwedstrijd in Groningen. Eerste duel 2-0 voor Ajax. Groningen huurde aan dit seizoen van Ajax en heeft middenvelder Rasmus Lindgren inmiddels vastgelegd voor komend seizoen. De Zweed die vier duels voor Ajax speelde is uitgegroeid tot een vaste waarde voor het team van Ron Jans. Bukari. Vermalen. Emanuelsson. Voorzet eruit gehaald door Buijs, weliswaar de inworp voor Ajax, dat wel. Rosenberg. Hakje is vrij. Emanuelsson. En die is makkelijk langs Silva gegaan. De voorzet is niet echt gevaarlijk. Roorda kan ingrijpen. Maar Ajax begon dus redelijk offensief. Lange bal richting de twee spitsen. Selman verliest van Heitinga. Rosenberg. Emanuelsson. Kort gedraaid. Te kort. Silva zat ertussen. Dit lijkt me een overtreding. Sterker nog, het is er een. Overtreding gemaakt op Buijs door Rosenberg. De belangen zijn groot. De felheid is er direct vanaf de eerste seconde aan beide kanten. Maar het spelval dreigt bij deze vrije trap. Genomen door Vladeris. Nefland uiteraard voorin met Heitinga bij hem. Vrije trap van Vladeris en die valt bijna goed. Het is Huntelaar die wegkomt. Achterin is ook belangrijk. Boacci. Opgevangen door Levchenko en Groningen met balbezit. Sanko. Vladeris. Silva. Ajax met de linies dicht op elkaar. Spelend op de buitenspelval. Levchenko. Luijrink. Vladeris. Vladeris. Lindgren, Buijs kan. Het wordt Silva. Paas van Silva richting Danny Buijs. Die uit de rug weg is gelopen bij Emanuelsson. Terugleggen.
En dan moet dit de eerste kans opleveren voor Groningen. Levchenko. De dreiging is er van de thuisploeg in de openingsfase. Luiring. Buis. En dan uiteindelijk de onderschepping door Lindenberg. En de countermogelijkheid voor Ajax. Huntelaar direct stevig aangepakt door Luiring. Danny Buis dook daar verrassend op. Het is bekend dat Emanuelsson over het algemeen moeizaam aan wedstrijden begint. Hij liet zich nu ook weer verrassen. De overtreding van Luiring was er op Huntelaar. De vrije trap derhalve voor Ajax. Geweldige atmosfeer in de Groene Kathedraal. Waar het publiek op de banken staat. Heitinga. Mooie trap richting Rosenberg. Als laatste Bruno Silva. Emanuelsson. Galasek. Maakt die bal niet echt goed. Sanko. Dat oogt nonchalant. Maar het is wel goed van de man uit Sierra Leone. Sanko met de paas. En die is ook goed. Nefland krijgt die bal net niet meegenomen met zijn rechtervoet. Anders was er gevaar geweest voor Ajax. Boachi. Charisteas verliest in de lucht. Lindenberg komt er niet aan. Nefland, wat hard. Levchenko. Nefland. Goed gespeeld. Geen buitenspel. Tappeleren was er wel. Bal binnengehouden en het hakje. En Emanuelsson redt de situatie uiteindelijk voor Ajax. Wat een kabaal hier. De kans was er bijna voor Selmen. Het is geen buitenspel. Want centraal stapt Vermaelen verkeerd. Die staat niet op gelijke hoogte met Heitinga. De bal is niet achter geweest. Het hakje van Selmen en Emanuelsson die redt. De indraaiende hoekschop. Weggetrapt door Charisteas. Sanko, iedereen terug bij Ajax. Het schot van Sanko uit de tweede lijn is onzorgvuldig. Echt grote kansen heeft Groningen nog niet gehad. Maar de drang en de wil naar voren is duidelijk aanwezig in het team van Ron Jans. Stekelenburg neemt zijn tijd. Probeert te temporiseren. Huntelaar. Sanko rustig terug op Roda. Buis speelt wat meer naar het centrum toe. Wisselt van positie nu met Nefland. Luiring. Levchenko. Sanko. Buitenspel valt dreigt wederom. Die klapte net niet goed dicht. Vladeris komt er niet aan. Tegen Galasek. Charisteas. Boachi. Hij wordt vrijgelaten in de opbouw. Zo heeft Jans besloten. De paas van Boachi is goed richting Huntelaar. Huntelaar. En die knalt uiteindelijk tegen Lindgren op. Sanko. Daar komt hij goed weg. Niet echt briljant uitverdedigd. Briljant zijn van tevoren, ja. Het is ook goed als we pas in de 70ste minuut 1-0 maken. De trap van Roorda. Opgepikt door Rosenberg. Handige beweging van de Zweed. Rosenberg met het schot van afstand. René Eikelkamp, de nieuwe man bij FC Twente, samen met Rutten, een oud-speler hier. René Eikelkamp, hij scoorde 2 keer namens FC Groningen. In de enige keer dat de Groningers ooit met 3-0 wonnen in eigen huis tegen Ajax. Dat was in 1989, toen voor de beker. Sanko, die oogt wat nonchalant. In de eerste 6-7 minuten van deze wedstrijd. Roorda. Buis. In de voeten van Emanuelsson. Sanko. De trap van Sanko. Valt hij eroverheen? Die valt eroverheen. Die is goed richting Vladeris. Vermaelen verkijkt zich op die bal. De voorzet van Vladeris.
koppen van Lindgren. Zelman, nou daar de schietkans voor Lindgren. Levchenko was er dichtbij. En daar de kans, Nefland en de redding van Stekelenburg. Nou, Nefland alsnog en Stekelenburg opnieuw. Ron Jans. Ja, dit is het spelletje wat Groningen wil spelen. Opportunisme, alle strijd voorin. Levchenko was er al redelijk dichtbij, zo leek het. En dan Nefland eerst met de voet, Stekelenburg. En dan met het hoofd en weer Stekelenburg. De beoogde vroege treffer leek in de maak, maar kwam er niet. Wellicht uit de hoekschop. Galasek raakt als laatste de bal, opnieuw een corner. Tegen Feyenoord overleefde Ajax een stormachtige beginfase. Hoekschop waar niemand aankomt. Silva met de voorzet alsnog en Bukari die wegkopt. Sanko moet komen. Sanko, Silva, Emmanuel Son kan dat niet belopen. Luijrink, een vreemde positie te vinden. Groningen toch met veel mensen naar voren, uiteraard naar die hoekschop. En Ajax wankelt een heel klein beetje. Danny Buijs kan ver gooien. Zoekt Levchenko. Die komt niet omhoog. Vermalen komt weg. Sanko. Terug tot bij Roda. Tot nu toe heeft Blind en heeft Ajax het moeilijk met de buitenspelval. Boachi. Lindenberg. Garis Theas. Van de bal gelopen. Heel simpel door Van der Linden. Roda. Tot nu toe wat ongelukkig met zijn uittrappen. Emmanuel Son. Handige beweging waarmee die Silva kwijt is. Ook langs Buijs, die laat zijn been staan. Geen geel, wel een vrije trap voor Ajax. Nuttige overtreding, want er lag wat ruimte. Galasek ongetwijfeld op zoek naar Garis Theas of Huntelaar. Ook Vermalen mee naar voren. Kopsterk. Roda moet komen en pakt die bal klem vast. Sanko. Levchenko. En ditmaal is het wel buitenspel voor Vladeris. Het scheelt helemaal niet veel. Maar de beslissing is wel de juiste. Stekelenburg richting Huntelaar. Luijrink half. Silva haalt weg. Overtreding van Bukari op Vladeris. Lindgren, Sanko, Luijrink met wat ruimte om op te bouwen. Links van der Linden, die weg wordt afgeschermd door Garis Theas. En daar is een overtreding geweest van Lindenberg. Het is gezien door Havenkort. Overtreding gemaakt op Vladeris. Genoeg kopkracht mee naar voren aan Groningen kant. Zelman half. Galasek haalt weg en dan te fel ingegaan
door Lindgren. En dus de vrije trap voor Ajax. Ajax haalde overigens drie keer eerder de voorronde van de Champions League. Uitgeschakeld door Celtic en door via Grazer, AK en Brumby naar het hoofdtoernooi. De trap van Stekelenburg. Luyrink, Lindgren, Vladeris, verliest van Galasek. Bukari, verrassend, en Sanko voldoende terug tot bij Roda. Met Huntelaar in zijn rug. De trap van Bas Roda richting Erik Nefland en Glenn Selman. Koppen van Heitinga, Lindenberg, buitenspel voor Huntelaar, maar daar komt de bal niet. Dus gaat het verder, maar dit levert Groningen niks op. Ik wil me best op 3 juli melden in de arena, maar ik denk niet dat ik erin kom. Waren de woorden gisteren van Danny Blind. Om aan te geven dat hij ook weet hoe laat het is. Luyrink. Half geraakt door Lindenberg, Emanuelsson. Met ruimte, Emanuelsson. Levchenko moet het gat dichtlopen en doet dat met als een sliding. Sanko. Nefland. Luyrink. Moeizaam. Maar de overtreding gemaakt door Boacchi op Vladeris. Nefland is direct doorgelopen. Boacchi moet in achtervolging. Selman voorin. Ook Buis staat te vinden. Krijgt de Norm voor. Dit kan natuurlijk ook. Richting Lindgren. Recht Silva. Het is doorzien door Rosenberg. En dus nu Huntelaar weg. Huntelaar met Sanko. Er komt assistentie van Bukari. En in eerste instantie ook van Rosenberg, maar het gaat terug richting Galasek. Rosenberg, makkelijk afgetroefd. Buis. Silva, Bruno Silva. Opening richting Nefland. Lijkt te hard. Is dat ook. Hij speelde breed. Bruno Silva door Royaan om de buitenspelval te ontlopen. Heitinga. En een zwakke paas. Blind ontploft zowat na zo'n paas van zijn centrumverdediger. Bruno Silva. Roda. Kwartier gespeeld. Twee kansen voor Erik Nefland tot zover. Twee keer Stekelenburg die een treffer voorkwam. Selman. Het is Vermalen die bal als laatste raakt. Nefland met Emanuelsson. Die houdt die bal binnen, waardoor Nefland alsnog balbezit heeft. Buis met de voorzet. Vladeris. Appelleren voor Hens. Daar was geen sprake van. Bukari. En Huntelaar. Oh, die krijgt ruimte. Is weg bij Sanko. Maar Sanko gaat alsnog voor hem. Klaas-Jan Huntelaar. Met de actie en het paasje. En uiteindelijk is het Antoine van der Linden die redt namens Groningen. Benauwde momenten in Euroborg voor de Groningen fans. Emanuelsson, Bukari, Huntelaar. De ruimte ingelopen door Lindenberg. Huntelaar heeft zich voorin gemeld. Sanko is te laat. En vandaar dat Luyrink het op moet lossen. Het oogt moeizaam achterin bij Groningen. In tegenstelling tot wat de ploeg offensief doet. Want dat ziet er over het algemeen goed uit. Selman. Buitenspel dreigt. Selman. Geen buitenspel. Maar Emanuelsson is eerder bij de bal dan Nefland en Buis. Het is een doeltrap. Jans even in overleg met zijn centrumverdedigers. Want één goal voor Ajax betekent 4 treffers voor FC Groningen. Ja, het is onopzettelijk. En er is absoluut geen strafschop. Stekelenburg. Lindgren krijgt die bal bovenop zijn hoofd. Buis. Huntelaar. Goed het lichaam ertussen gezet. En de vrije trap geforceerd. Staat op de hiel
van Huntelaar, Lindgren. Galasek. Rosenberg. Hij heeft zoveel ruimte nodig om de bal te controleren. Silva profiteert. Silva knalt tegen Emanuelsson op. Waardoor Ajax weer kan bouwen. Ruby Emanuelsson. Heitinga. Boachi. Opgejaagd. Ja, die speler heeft natuurlijk niet zoveel ervaring. Maar vooralsnog is hij niet echt in de problemen gekomen. Boachi. Charisteas. Stekelenburg. Het jagen is van Nefland. Onvermoeibaar. De Noor. 16 treffers vorig seizoen in 20 duels. Maar geveld door een blessure. Waardoor hij een groot gedeelte van de eerste helft van het seizoen moest missen. De trainer van Feyenoord. En de man toch ook met een Gronings hart. Erwin Koeman. Heitinga, Charisteas. Galasek, Heitinga, noodgedwongen terug. Trap van Stekelenburg. Luyrink. Lindenberg, Boachi. Charisteas, Lindenberg. Beweging bij Charisteas. Heeft Boachi het gezien? Ja. Charisteas, Boachi. Inspelen richting Bukari. En Lindgren die daartussen zat. Ajax had balbezit. En dan is het voorbij. Emanuelsson en Buis. Nefland. Een worp is voor Groningen. Zo gebaart Havenkort. Publiek gaat er weer achter staan. Selman, Nefland, Buis. Dat is een aardig driehoekje. Buis. Vladeres, Danny Buis. Wat kort, maar het schot alsnog van Selman. Via de rug van Heitinga. Niet meer dan hoekschop. Snel geschoten door Glenn Selman. Naar die wat te korte bal van Buis, zo lijkt het. Hoekschoppen. En standaard situaties zijn gevaarlijk van Groningen. Marco Vladeres. Goed gekopt door Charisteas. Vladeres neemt zijn tijd. Silva met de voorzet. Komt achterin. Daar staat niemand. Ja, Boachi. Net voldoende. En dan de lat. Die de treffer voorkomt. Nog niet gedaan. En dan Vladeres die naschiet. Daar was de grote kans voor Yevgeny Levchenko. En Luyrink. Geen buitenspel. Boachi staat daar nog. Met de voeten staan ze op gelijke hoogte. Van Buis en dan in de draai. De prima actie. En de lat die redding brengt. Wat een kans voor de thuisploeg. Want Jans gaf aan, het moet dan even meezitten. En het moet zeker niet tegenzitten. En dat gebeurt ook niet, want het is buitenspel van Rosenberg. Scheelt niet veel. Ook dit millimeterwerk. Sterker nog, geen buitenspel naar de paas van Bukari richting Rosenberg. Buis inmiddels aan de andere kant. Krijgt ruimte van Emanuelsson. Zijn voorzet weggekopt door Van Malen. Silva. En Nefland. Uiteindelijk Stekelenburg. Twee kansen voor Nefland en... De grootste voor Gijs Luyrink, die de lat raakt achter Stekelenburg. Huntelaar, Sanko, Van der Linden, harde bal terug op Roorda. Selman en Van Malen, de Belg wint. Buis, buitenspel dreigt voor Nefland, vandaar dat hij inhield. Gijs Luyrink heel dicht
bij een treffer. De man met een Ajax verleden. Stekelenburg was kansloos. De lat redt Ajax. Charisteas komt er niet uit, althans niet langs. Je kunt je afvragen hoe groot de mentale weerbaarheid is van Ajax bij een eventuele 1-0 achterstand. Maar goed, daar is nog geen sprake van. Boacchi, Huntelaar. Boacchi. Heitinga. Galasek. Rozenberg komt naar de bal toe. En speelt Silva door de benen. De rugdekking uiteindelijk van Buis. Maar niet nadat Rozenberg tegengehouden was door de Uruguayan. Achterin ontbreekt echt de scherpte bij Groningen. Ook in deze situatie waarin Silva zich toch wel heel makkelijk uit laat spelen. Het zal ongetwijfeld ook met nervositeit te maken hebben. Eén moment is voldoende voor Ajax. Galasek met de vrije trap. Weggekopt door Luijering. Boacchi. Lindenberg brengt hem in. Geen buitenspel. Roorda moet toch komen. En moet dan uiteindelijk met de voet, omdat die bal buiten zijn 16 meter gebied terecht is gekomen. Overtreding gemaakt op Nefland. De vrije trap voor FC Groningen. Het is spannend. Het is leuk. En het is bij Vlagen ook bijzonder goed. Van der Linden. Sanko. Zou in de belangstelling staan van onder andere Bolton Wanderers. Maar ook AZ wordt genoemd. Luijering. Lindgren. Luijering. Oog toch gevaarlijk wat Groningen doet, maar het gaat allemaal goed. Sanko. Luijering. Vladeres. Buis. Nu aan de linkerkant. Lindgren. Vladeres. Buis. Dat is prima gespeeld. Alleen de eindpaas komt er niet. Bukari. Galasek. Boacchi op zoek naar Huntelaar. Luijering. Van der Linden. Sanko. Sierra Leonees met de paas. Waar Nefland uiteindelijk nog wel op reageert. Maar dat lijkt een heilloze weg. En dat blijkt ook. Geen overtreding. Geconstateerd door Van Malen op Erik Nefland. Nou, een klein duwtje zat er toch in. Van Malen keek waar de Noor was, waar die kwam. Bukari laat handig lopen voor Rozenberg. Galasek, Bukari, Emanuelsson. Galasek, richting Boacchi. Bal lijkt te hard. Nee, is niet te hard. Emmanuel Boacchi. Zo offensief is hij nog niet geweest. Dat leidt ook tot niets. Geen Rosales dus, geen Maduro. Maduro zondag wel inzetbaar, Rosales absoluut niet. Pinar dus geschorst. Rigiera en Trabelsi ook afwezig vanwege blessures, net als Manucharian. En zo mist Ajax zonder wel wat spelers, maar het is lang niet zo erg als in de competitie. Nefland. Emanuelsson zit er net voldoende tussen. Nefland die zich een ongeluk werkt. En het leidt weer tot resultaat. Buis met Emanuelsson en het is een hoekschop. Allemaal op instigatie van het goede doorgaan van Erik Nefland. Luijering heeft zich voorin gemeld. Hoekschop van Marc-Jan Vladeres. Hij moet een keer goed vallen. Stekelenburg gehinderd door Levchenko. Lindgren. En Van Malen die er goed tussen zit. Lindenberg. Komt er niet aan tegen Van der Linden. Sanko moet oppassen. Ja, dit zijn de foutjes die kostbaar kunnen zijn. Het loopt goed af, want Silva reageert attent.
heeft wat van nonchalance over zich, terwijl Bukari aangeeft dat hij toch wel degelijk aan het bovenbeen is geraakt. En het bewijs duidelijk laat zien, Havenkort. Silva in de voeten van Selman. Lindgren. Luiring. Dat is gevaarlijk. Het is Hens van Lindenberg. Voorinbeweging bij Vladeres. Maar het spelval dreigt. Vladeres nu aan de linkerkant. Trekt Boacchi met zich mee. En maakt daardoor ruimte voor Buis, die verlengt. Maar de bal niet bij Selman krijgt. Urbier Manuelsson. In de voeten van Lindgren. Die doorhaalt. Boacchi. Hij wordt vrijgelaten in de opbouw. Heitinga, Kalasek, Boacchi. Charisteas. Boacchi. Charisteas. Bukari met het overstapje. Sanko. Luiring. Niet op bij Selman. Althans, niet binnen de lijnen. Charisteas. Boacchi. Silva. En Buis had wat meer tijd en ruimte. Nefland. Vladeres is er langs bij Emanuelsson. Nu moet de goede voorzet een keer komen. Marc-Jan Vladeres. Bal onbedoeld verlengd door Vermalen. En bij de tweede paal is het Boacchi die er een hoekschop van maakt. Overleg tussen Buis en Nefland. De zesde hoekschop voor de thuisploeg. In een kolkend Euroborg. Stekelenburg met twee vuisten. Van der Linden tot bij Silva. Bal is te scherp, zo lijkt het. Stekelenburg kan eenvoudig pakken. Altijd oppassen op dit soort momenten voor Groningen. Omdat Ajax nu helemaal heel snel is in de omschakeling. Emanuelsson, Kalasek. Nu inmiddels toch iedereen weer op zijn positie bij Groningen. Bukari. Kalasek. Bukari is doorgelopen. Opgevangen door Lindgren. Rosenberg. Sanko. Luiring. Wordt gejaagd door Lindenberg. En rustig teruggedraaid tot bij Roda. Boacchi goed ertussen, tussen die lange bal en ruimte nu voor Ajax met Charisteas. Charisteas makkelijk langs Luiring, maar die zit er alsnog tussen en heeft de bal gespeeld. Inmiddels weer overeind en nu in balbezit. Beweging bij Selman. De Zuid-Afrikaan niet tot bij Nefland, maar die bal die karamboleert in één keer bijna voor de voeten van Vladeres. Emanuelsson. Buis had iets scherper kunnen reageren. Nu is het Ajax dat kan bouwen met Kalasek en rechts de ruimte bij Boacchi. Charisteas nu centraal. Boacchi. In het 16 meter gebied. Charisteas draait en Roda. Toch een beste kans voor Ajax via Angelos Charisteas. Die al drie keer scoorde dit seizoen tegen Groningen. Maar nu Roda op zijn weg vindt. Nefland. Boacchi, Emanuelsson, Huntelaar en Sanko die voor hem kruipt. Vladeres, Silva, Luiring. Publiek gaat staan, sta op als je voor Groningen bent. Buis met de voorzet, die bal ook gevaarlijk, maar Heitinga staat goed. Emanuelsson. Rosenberg, geen Hens, wel een inworp voor FC Groningen.
Danny Buijs met de verre inworp. Heitinga voor de voet van Vladeres en dan de schitterende redding van Stekelenburg. Vierde grote kans FC Groningen, maar de Aarskoli houdt nog steeds de nul. Die bal schiet door. Heitinga komt hem dan voor de linkervoet van Vladeres en de redding van Stekelenburg is uitstekend. Bokst die bal ook goed naar buiten. Vladeres. Stekelenburg krijgt die bal recht op zijn borst gespeeld. Ja, vier kansen. Als er twee van ingaan, 50%. Maar ja, ze moeten er wel in. Charisteas, Luierink, Lindenberg, Van der Linden. Maar Ajax aan het slot. Vier kansen van Sneijder en met name Babel. Wat Karwijn niet afmaakte, geldt dat voor Groningen in ieder geval in de eerste helft enigszins. De lange bal van Sanko. Heitinga. Rasmus Lindgren. Wil Sanko. Richting Nefland. Die bal valt er overheen. Emanuelsson. Heeft geen overtreding gemaakt. Zo gebaard Haverkort. De Noor accepteert het zonder morren. Ron Jansen in conclave met de vierde man. Lindenberg. Boatje is doorgelopen. Van der Linden moet naar hem toe. En moet Charisteas laten gaan. Die moet nu opgevangen worden. Dat gebeurde niet echt, maar de bal kwam niet bij de Griek. Luierink. Selmen. Inworp Ajax. Charisteas. Lindenberg. Beweging bij Huntelaar. Uitstekend blok van Sanko. Belangrijkste conclusie. De beste kansen zijn voor Groningen geweest. Terwijl Roorda weer een van zijn mindere trappen heeft. Maar ook dat loopt goed af. Maar de kansen zijn tot nu toe niet verzilverd. Aan de andere kant heeft Groningen ook nog niks binnengekregen. Waardoor het hele verhaal toch nog niet echt een Mission Impossible is. Luierink. Nefland. Sanko. Nefland is doorgelopen. Sanko. Geen buitenspel. Selmen met de borst tot bij Buijs. Buijs met zijn rechter. Schot geblokt door Boatje. Lindgren. Selmen. Alsnog. Emanuelsson haalt weg. Ja, druk blijven zetten lijkt het motto te zijn voor Groningen. Van der Linden met de lange bal. Vermalen verliest niet van Nefland en Rosenberg trapt weg. Sanko met Huntelaar. Luierink. Lindgren. Nefland moet in één keer. Krijgt er niet voor. Ajax won zijn laatste zes duels. Haverkort nu even naar Stekelenburg toe. Met iets van vaart maken. Of je gaat geel krijgen. En zij is daarmee eens. En het lijkt me niet de type die het overal mee eens is. Lindgren, Nefland, gevaarlijk spel van Vermalen. En de eerste gele kaart voor de Belgische centrumverdediger van Ajax, Thomas Vermalen. Hij kreeg eerder dit seizoen rood hier in Euroborg, na twee keer geel. Toen veroorzaakte hij ook een strafschop en scoorde die. Nu zijn eerste gele kaart na de overtreding op Nefland.
8 minuten nog in de eerste helft. Waarin Groningen absoluut een doelpunt verdient. Vrije schop van Sanko. Boachi. Nefland weer terug. Inworp van Antoine van der Linden. Gladeris komt er niet aan. Galasek. Bukari. Ook spectaculair, maar het belandt uiteindelijk bij Lindgren. Lindgren, Silva. Geen makkelijke bal. Die komt dan ook terug. En Galasek pikt op namens Ajax. En vindt Huntelaar. Boachi. Trap van Heitinga is op maat. Stropdassenwerk richting Rosenberg. Rosenberg die Silva uitkapt. Bal achter Huntelaar. Van der Linden. Selman. Goed verdedigd door Heitinga. Eén keer verlies voor de beker tegen PSV. Gelijk tegen Heracles en Feyenoord. En voor de rest overwinningen. Waaronder die met 3-2 tegen Ajax. Nefland komt er net niet aan. Buis. Langs Emanuelsson en vastgehouden. Vrije trap met mogelijkheden op die positie. Zeker gezien de kopkracht aan Groningen kant. Heeft handen en voeten nodig om Buis te bedwingen. Urbi Emanuelsson. De muur op 9,15 meter. Fladeres achter de bal. Lederis, bal bij de tweede paal en de kopbal gaat uiteindelijk naast van Luijering. Springt hoger dan Huntelaar, maar kan de bal niet tussen de palen sturen. Gijs Luijering. Twee kennen elkaar overigens van Jong Oranje uiteraard. Garisteas verlengt Luijering. Gladeren is net niet. Levchenko. Galasek. Neemt te veel tijd en ruimte. Buitenspel dreigt. Vandaar dat het breed gaat. Tot bij Buis. Lindgren. Dat is goed gezien. Van de Zweed die het overzicht behoudt. Luijering. Opening is uitstekend richting Van der Linden. Van der Linden. Bal is te hard voor Gladeren. Van Jans heeft natuurlijk nog Koen van der Laken en Joeri Cornelis achter de hand. Garisteas met een mazzeltje de inworp voor Ajax. Schikt zich makkelijk in de rol van veredelde rechtsbuiten. Angelos Garisteas, modelprof. Huntelaar slikt zich in de bal. Emanuelsson, Bukari. Oh, dat is gevaarlijk wat hij doet. Nefland, geen buitenspel. Nou, Danny Buis. Dit moet het toch worden voor Groningen, zou je zeggen. Buis legt terug, maar vindt geen medespeler. En als er dan grote kansen zijn, dan wil hij maar niet vallen. Ook deze niet. Danny Buis. U zag het ongeloof bij Ron Jans en assistent Raymond Liebrechts. Het foutje van Bukari. Nefland die direct doorpaast richting Buis. En die gaat dan op zoek naar een medespeler, maar vindt hem niet. Bal valt goed, nu wel. Ja, nu is het raak. FC Groningen komt dik en dik verdiend op een 1-0 voorsprong via Erik Nefland. Ja, en nu kolkt het hier.
hier in de Groene Kathedraal. In de Groene Hel, zoals het ook wel genoemd wordt. Want Nefland doet waar Groningen vijf keer eerder faalde. Hij opent de score namens de thuisploeg. De inworp. De bal wordt onbedoeld verlengd en dan in de draai korrelt hij hem achter Stekelenburg. Na het goede werk uiteindelijk bij het verlengen van die bal. Door Lindgren die daarbij betrokken was en ook Levchenko. En Erik Nefland brengt Groningen op 1-0. Antwoord Ajax direct, Rosenberg. Toch over het algemeen makkelijk langs Silva. Rosenberg. En dan het schot. Dat gaat niet eens zo ver naast. Daar was bijna de mokerslag die Ajax uitdeelde. Na de Groningse treffer. Silva heeft moeite met Rosenberg opnieuw. En de Zweed mist het doel toch nog een behoorlijk stuk. Zijn eerste goal in de play-offs. 8 scoorde hij er in het reguliere seizoen, Erik Nefland. Maar dit zou nog wel eens eentje met een goudrandje kunnen worden. Buis. Selmen. Niet tot bij Vladeris. Niets tegenkrijgen voor Groningen nu in de eerste helft nog. En dan op jacht naar die tweede treffer. Het volautomatische scorebord. En Nefland. Na het foutje achterin bij Ajax. De paas van Nefland. Galasek. Ajax is het kwijt. Vladeris kan niet onder schot komen. Marco Vladeris neemt veel ruimte. Vladeris. Hij raakt het zijnet. Daar was bijna binnen 2 minuten de tweede treffer. En Stekelenburg die zijn ploeggenoot ophept. Het publiek met een orkaan van geluid. Vladeris maakt goed ruimte voor zichzelf. Speelt Lindenberg makkelijk uit. Dan is de hoek behoorlijk moeilijk en probeert het in de korte hoek. Stekelenburg lag over het schoot. Levchenko. De spanning is enorm. Ook op de gezichten van de fans. Boacsi. Huntelaar. Boacsi. Lindenberg, Heitinga, gaat terug. Extra tijd inmiddels ingegaan. Emanuelsson, Sanko. Bruno Silva. Opening richting Danny Buis met Emanuelsson. Buis krijgt hem voor. Nefland eerder bij de bal en die tilt hem maar net over. Het lijkt zijn wedstrijd te gaan worden, als het dan niet een beetje zover is. Knap nog die bal van Buis en Nefland die goed naar de bal toekomt. Hij mikt te hoog. Eén minuut extra tijd en het gezicht van Blind staat niet al te vrolijk. En dat heeft dan in deze situatie niet alles te maken met de bestuurlijke beslommeringen. Groningen is halverwege. Niet alleen in deze wedstrijd, maar ook qua beoogde doelpunten. Het leidt met 1-0 door een goal. Niet al te ver voor de rust van Erik Nefland. En dus is er hoop en dus is er geloof in Euroborg bij de fans van de thuisploeg. De tweede helft moet mooi worden. Zo dadelijk uiteraard eerst de analyse van Vincent Schildkamp met Mark van Hintem. Gaat beginnen. Ben Havenkort staat op het punt om te fluiten voor het begin van de tweede helft. En Lindgren met de eerste bal richting Selmen. Levchenko, Vladeris, Van der Linden. De bal lijkt wat hard te zijn voor Selmen. En is dat uiteindelijk ook. Ja, Alemanni Aachen, promovendus in de Bundesliga. De Bundesliga vanuit de tweede wordt genoemd als zijn mogelijke nieuwe club. Ze zijn er veel gerichten over Luijering, over Sanko. Maar voor de Hals Nijland. Voorlopig is er nog niets concreets. De trap van Maarten Stekelenburg.
Huntelaar. Luijrink. Sanko. Vladeres, net voldoende. Navchenko laat hem lopen voor Van der Linden. Heitinga, Kalasek. Lindenberg, het spel gaat verder. Een lichte blessure even bij Vladeres. Kalasek vindt de vrije man, te weten Emanuelsson. Rosenberg. Emanuelsson, misverstand. Mislukte 1-2 en dus kan Groningen gaan bouwen. Bukari wil het Sanko nog even moeilijk maken. En de paas van Sanko is bijzonder matig. Huntelaar, paasje richting Charisteas en Van der Linden. Met hangen en wurgen net afdoende. Maar dit zijn de momenten waarop Groningen zichzelf de das om kan doen. Blessure bij Vladeres, overtreding van Lindenberg. Op de hielen getreden door Olaf Lindenberg, Marc-Jan Vladeres. Een van de beste spelers op het veld vanavond. De vrije trap via Bas Roorda. Nefland komt er ditmaal niet aan tegen Vermalen. Selman. Ron Vermalen die weggehaald. Levchenko. En Buis met Emanuelsson. Mooi duel zijn dat. Overtreding van Emanuelsson op Buis en dus de vrije trap vanaf die kant. Ja, al deze ballen zijn gevaarlijk. Die vrije trappen van Vladeres en hoekschoppen. Marc-Jan Vladeres, bal is laag, Nefland verlengd. En dan moet die bal goed vallen, maar niemand kan uithalen. Ook Luijrink niet, appelleren voor Hens. Daar wordt niet op gereageerd door Haverkort. Althans niet in positieve zin voor Groningen. Bruno Silva. Groningen zet direct weer druk. De voorzet van Uruguayan achterin richting Buis. En die heeft Boacci per ongeluk geraakt. Blessure bij Boacci, geraakt door Buis. De vraag was, was het Hens of was het geen Hens? Hier dat moment. Ja, je mag toch zeggen dat dat Hens is van Heitinga. Het leek erop of hij bewust met zijn arm naar de bal toe ging. Kijk naar Heitinga. Ja, hij trekt zijn arm iets naar achter. Als Haverkort hier een strafschop had gegeven, had hij daar niet over hoeven zeuren. Want voor die beslissing was ook wat te zeggen geweest. Hij stond er redelijk dicht op, Ben Haverkort, en geeft geen strafschop. Charisteas, Huntelaar, klunt erin. Luijrink. Daarvoorin steken ze allemaal de arm op. Ze willen druk zetten. Ze willen Ajax kapot spelen. Luijrink. Lindgren, Luijrink. De bal voor Silva, te moeilijk. Bukari. Emanuelsson, Huntelaar. Bukari. Een balverlies. Speelt een zwakke wedstrijd. Maar er zijn er wel meer bij Ajax, niet bij de les. Kalasek. Bukari. En dan wat gelukkig de inworp voor Ajax. Ik is groot. Maar hij gaat wel door. Ron Jans. Goede beweging. Met rechts is hij goed. Nefland kan net niet koppen. Boacci komt weg en dan is er een overtreding gemaakt door Erik Nefland. Uitstekende actie van Silva aan de rechterkant. Buis, die vindt Silva, die is weg bij Bukari. En dan de voorzet van de Uruguayaan.
die net niet tot doelpunt gepromoveerd kan worden. Nadat hij heel goed Rozenberg uitkapt en alsnog met rechts voor kan zetten. Huntelaar teruggefloten. Lindgren. Die bal niet hoog. Bukari op zoek naar Huntelaar. Luijering gaat gewoon simpel voor hem lopen, waardoor Sanko door kan sprinten richting bal. En dus is ook dit gevaar geweken voor Groningen. Luijering. Buis met ruimte. Buis. Voorzitter is niet goed. Silva. Bruno Silva. Laat hem niet schieten, want hij heeft een geweldige knal in het rechterbeen. Silva, en dan is het Galasek die ertussen zit. Emmanuelsson. Rozenberg. Opgevangen door Levchenko. Rozenberg vastgehouden. Vrije trap is terecht voor Ajax. Emmanuelsson, Charisteas en Huntelaar, bijna Charisteas, Luijering, net voldoende, Vladeris, onopzettelijk Hens, Vladeris met de paas, Nefland. En de sluiting is goed van Nefland en dan moeten we Heinsens gehinderd door Heitinga het maar allemaal doorgang vinden. Lindenberg, ze spelen met het hart op de schoenen bij Groningen. Nefland onverzettelijk. Dan is er weinig aan de hand. Laat hij wel met Heitinga. Laatste nederlaag van Ajax dateert van 2 april. Die memorabele bij Roda JC. Galasek, Bukari, Huntelaar, afgetroefd door Luijering. Vladeris. Die heeft 6 ballonnen. Levchenko, Vladeris. Ja, dat lukt niet anders. Het zal hem vergeven worden. Hoewel er wel wat ruimte lag. Charisteas krijgt de vrije trap mee. Handig uitgelokt. Ja, gepokt en gemazeld mag hij genoemd worden. Lindenberg smokkelt een meter of 5-6. Sanko bij Huntelaar. Ja, met dit soort vrije trappen zorg je niet voor gevaar. Zwakke vrije trap van Boacci. Nefland, Vladeris, moeizaam aangespeeld. Lindenberg, Van Malen, Boacci. Charisteas. Sterk gespeeld, Boacci, Charisteas. En de Griek is weg. Van der Linden moet hem laten gaan. Charisteas en dan wordt hij gestuurd door Luijering en die gaat op de bom. Dan wordt het even wat onvriendelijker. Prima actie overigens van Angelos Charisteas. En Luijering terecht met geel bestraft. Laat zijn been staan, Gijs Luijering. En de vrije trap voor Ajax. Bukari heeft hem nauwgezet neergelegd, de bal. Charisteas staat weer. Redelijke afstand naar de goal. Maar Bukari is een speler die hem in de korte hoek kan plaatsen over de muur. Noordin Bukari, maar hij schiet hem in de muur. Nog een keer Bukari en Rozenberg met een schietkans en Roorda. En nog klein vast ook. Van een kans voor Ajax via Marcus Rozenberg. Bukari in tweede instantie met het overzicht en Rozenberg die Roorda op zijn weg vindt.
Danny Buijs met de verre inworp. Wegkoppen van Bukari. Huntelaar. Luijrink. Frederis. Mechelen. Naar Boortje, de inworp. Zuid-Amerika hier. We zitten toch erg hoog in het noorden. Vermalen onder die bal door. Buijs wint het duel van Rozenberg. Krijgt ervoor. Nou, Nefland. Die haalt de tweede ring. Onverzettelijkheid bij Buijs. Die bal nog knap voor krijgt. En dan nu draaien Nefland. En het resultaat. Dat niet goed was. Inmiddels twee ballen in het veld. Sanko wint van Huntelaar. Buijs en dan alsnog Huntelaar. Emanuelsson, Klaas-Jan Huntelaar. Geen slechte opening richting Boacci. Hettinga. Nu wat meer mensen doorgeschoven bij Ajax. Galasek, Boacci. Karisteas wil die bal in de voet. Lindenberg. Geen overtreding van Sanko. Die Huntelaar aardig in de tang heeft. Roorda. Aantal keren ongelukkig met trappen naar voren. Nu niet. Galasek. Levchenko verrat de bal. Boacci, Karisteas. Boacci, die gaat stevig door. Het mag en het is ook de bal die gespeeld wordt. Boacci met Bukari. Boacci. Karisteas. Nu even Ajax met een soort van powerplay. Lindenberg, Bukari en Silva. Van der Linden moet de bal een ros geven. Doet dat niet en dus houdt Ajax druk met Karisteas. Even onoplettendheid bij Groningen en dat kan fataal zijn. Huntelaar vraagt. Daar gaat het ook naartoe, maar Sanko kan koppen. Ook niet echt lekker geraakt. Luijrink. Groningen krijgt die bal niet weg. Ongeloof. Karisteas. En zo kan Ajax terugkomen in de wedstrijd. Lindenberg. Met de actie. En de voordeelregel die niks oplevert, nog steeds Lindenberg. Dat is de sterkste fase van Ajax. Ingegeven door het weinig attente spel van Groningen. Karisteas. Levert het ook een kans op voor Ajax. Karisteas terug. Galasek. En dan Silva die oppikt namens Groningen. En de rem naar voren verzorgt. Galasek. Denk ik bij het spel van Karisteas. En dit is een niet al te handige actie van der Linden. Luijrink herstelt het. Boacci zeer offensief. En Boacci dan uiteindelijk met overtreding. Onhandige manoeuvre van der Linden die Boacci bijna een doorgang verschaft. Luijrink herstelt het. Overtreding van Heitinga die Selman in de rug springt. Ja, waar Karisteas aan de andere kant bij Ajax dit soort vrije trappen meekrijgt en uitlokt. Is Selman natuurlijk ook een speler die alles al zo'n beetje meegemaakt heeft. Lindgren met de vrije trap. En via de grond. En Silva met de knal. Silva van de goal! Bruno Silva door Goyan met de handen ten hemel. Want FC Groningen komt hier op een 2-0 voorsprong. Uit het niets schiet hij hem binnen. Achter Stekelenburg. En dus staat alles weer gelijk. Stekelenburg met een aantal... Prima ingrepen in de eerste helft. Toen hield hij Ajax op de been. Maar hier moet hij het antwoord schuldig blijven. Applaus van Paul Matthijs, de geschorste Groninger. Voor de knal van Bruno Silva. De vrije trap van Lindgren. En kijk hoe belangrijk Selman is. En Silva
uitstand schieten die bal richting kruising. En passeert die Stekelenburg. Groningen op 2-0. Uitstekend voorbereidend werk van Glenn Selman. En kijk naar Roorda, naar de mimiek en de reactie. 2-0 FC Groningen. Inmiddels de wissel aan Groningen kant. Yevgeny Levchenko gaat naar de kant. En voor hem komt Koen van der Laak. Nog niks aan de hand voor Ajax, zou je zeggen, maar ja. Qua wedstrijdbeeld. En met iets meer dan een uur op de klok en de 2-0 voorsprong van Groningen. Moet je voor het ergste vrezen voor het team van Danny Blind. Karisteas gaat liggen. Haverkort heeft dat uitstekend in de smiezen. Zich voorin gemeld. Charisteas sterk met de kop, net als Huntelaar. En dus oppassen van Groningen. Bukari, Roorda blijft staan en de bal weggekopt. Afvallende bal is voor Galasek. Die vindt geen medespeler, maar dit is slordig uitverdelen door Vladeris. Waardoor Ajax druk houdt en Roorda uiteindelijk de bal kan kappen. In de ploeg. John Jaken. Zouden die ballen van de laatste dagen zijn? Heenworp. Bukari. En gestrekt bij de overtreding van Lindgren. De trap van Stekelenburg is verre van goed. Links spelend. Strijder uiteraard op het middenveld. Verlenging van der Laak. Lindgren. Salmon, Hefland. Salmon. Weet hij medespeler te vinden? De voorzet? Nee, Stekelenburg. Met de interceptie. Tegenstoot van Ajax. Nu op snelheid. En Bouwachi. Links, Strijder helemaal vrij. Bouwachi gaat door het midden richting Bukari. Het is doorzien door Sanko, die uitstekend vooruit verdedigt. Sanko, over de middenlijn. Waar gaat hij dan? De beslissende actie maken. Nee, want het is buitenspel van Selman. Nee, op het randje. Maar de beslissing is de juiste. Net buitenspel voor de Zuid-Afrikaan. Theas. Galasek was goed gespeeld tot bij Huntelaar. Een duwtje tegen Huntelaar en de vrije trap voor Ajax. Snel genomen. Charisteas, Bukari door de benen van Luyrink. Huntelaar, Bukari, Huntelaar, nee. Alsnog een Gronings been ertussen. Dat van Lindgren. De ex-Ajax ziet.
Maar bijna met een fantastische combinatie speelt Ajax Scholing uit. Bukari met een gevaarlijk oog in de hoekschop. Huntelaar probeert het met een omhaal. Die bal wordt weggewerkt. Uiteindelijk door Flederis. Ajax zet duidelijk aan nu. Emanuelsson. Sneijder. Galasek. Bouwachi komt er niet aan. Netland. Met de gehaaltijd. Dicht op bij Stekelenburg. Die wordt opgejaagd. Door Buis. Stekelenburg. Ja, Buis. Met een sliding van een meter of 10. Bukari. Bouwachi. Charisteas. Ajax begint eindelijk te voetballen na die 2-0 van Groningen. En na de wissels. Het inbrengen van Babel en Sneijder. Bukari. Sneijder. Voelt feilloos aan dat daar wat ruimte ligt. Maar wordt heel simpel afgetroefd door Flederis. Danny Buis. Met Vermalen. Groningen gooit. Van der Laak. Lindgren moet terug. Sanko. Huilin. Van der Linde. In één keer tot bij Nefland. Dat mislukt. Hij heeft de graaptijd. Charisteas. En de uitrap in het voordeel van de Griek. Babel. Babel verlengt. Silva haalt weg. Van der Linde. Bouwachi. Stevig ingegaan door Van der Laak. Te stevig. Voor de Zavekort. Bouwachi. Charisteas, Van der Laak, Wesley Sneijder, Bukari met ruimte, Sneijder, het schot van Sneijder. En Roda die bal wijselijk laat lopen. Een hamstringblessure betekent dat hij een tijd afwezig is geweest, Wesley Sneijder. Kan geen hele wedstrijd aan, althans volgens Blind niet. Hij wil zich natuurlijk bewijzen om een plaats af te dingen voor Oranje, voor het WK. Nefland vastgehouden door Bouwachi. En dan Nefland nog een keer zit het er wel. Verslagen gezichten terwijl Ajax nog niet verslagen is. Ook typerend dit beeld vanavond. In het Ajax-vak toch wat betutterde gezichten.
Veldman kopt, maar niet voldoende. Ron Jans. Ja, de prestatie zou geweldig zijn. Hij met Groningen de Champions League in, maar zover is het nog niet. Gladeres, al wat goed. Nefland en Boatje als laatste. Met de corner. Dus o zo gevaarlijk zijn. Babel tot weg. Niemand van Ajax daar voor in te vinden. Babel achter zijn eigen bal aan. Silva. Gehinderd door Babel. Het balletje eroverheen is handig richting Vladeres. Vladeres. Silva. En die bal is achter het doel getrokken. Een week relatieve rust voor FC Groningen. En de ploeg is weer helemaal topfit. Zo oogt het vanavond. De trap van Stekelenburg is zwak. En dus bijna de kans daar. Daar had Nefland iets keurder mee om moeten springen. Om Selma te bereiken. John Jaken. Ja, wat moet je bij dit beeld zeggen? De paas van Sneijder was richting Huntelaar. De overtreding was er van Sanko. Als een van beide ploegen scoort, is een verlenging niet meer mogelijk. Vanaf nu. Boukari deed het al eerder vanaf die positie. Die raakte de muur. Nu wordt het Sneijder met rechts. Wesley Sneijder. Klaar door een hamstringblessure. Hij de invaller. Schiet die Ajax in de buurt van Groningen? Nee, de bal zeilt voorlangs. Aristeas kwam er nog heel dichtbij. Het scheelt helemaal niet veel. Handen los van Aristeas. Scoren, dan moet Groningen er nog 2 maken. Mocht het 2-0 blijven, dan gaan we hier verlengen. Mocht Groningen 3-0 maken, dan zijn de Groningers door. Luijering. Sneijder. Toch mooi om te zien dat Sneijder die rol van Galasek
leider overneemt. Moeiteloos eigenlijk. Tsjech eigenlijk onzichtbaar. Bukhari. De balverlies van der Laak. Lindgren. Silva. Oppassen geblazen. Silva met Babel. Voor het balverlies. Silva die daar zit. Maar Babel die er langs is. Althans half. Ryan Babel kreeg een dot van een kans in de slotfase in het eerste duel. Op de 3-0. Galasek, doorschuiven van Heitinga. Heitinga, paas door het midden. Sanko zit daar nog aan. Had hem beter direct kunnen laten lopen voor Roda. Maar ook dit loopt goed af voor Groningen. Boachi. Vladeres weet dat hij tijd heeft, maar niet te veel. Afgetroefd door Bukhari. Huntelaar, nou, dit is de kans voor Geristeas. Angelos Geristeas. De schijnbeweging en dan Bukhari. En dit levert in eerste instantie niks op. Huntelaar alsnog. Babel, natuurlijk naar zijn rechtervoet zou je zeggen. Nee, gaat met links. Babel, voorlangs. Prachtig om de mimiek bij Matthijs te zien. Die het mis voelde gaan. Maar opgelucht adem kan halen. Vermoeidheid begint toe te slaan bij Groningen. De echte scherpte lijkt wat weg te zijn. En daar profiteert Ajax bijna optimaal van. Via Ryan Babel. Sanko. Rink. Voldoende terug tot bij Roda. Groningen verdient minimaal verlenging hier. Het publiek voelt dat een aantal spelers aan Groningen kant er doorheen zit. Hij probeert als 12e man de ploeg een hart onder de riem te steken. De hoekschop is er voor de thuisploeg via Heitinga. Hoekschop van Vladeres. Babel verlengt die bal. En daar wordt geslagen. Huntelaar. Houdt daar aan de stok. Met Selman. Havenkort. Gaat nu naar Jan Selman toe. Wat is daar gebeurd? In ieder geval niet zo om een kaart voor te trekken. FC Groningen via Danny Buijs. Daar weer kopte. Hier het moment. Huntelaar die over Selman heen wil springen. Er is weinig aan de hand. En dan het tikje van Huntelaar richting het hoofd van Selman. Vriendschappelijke aai. Laat het daar maar op houden. Groningen weg met Buijs. Selman wordt net niet bereikt. Galasek, Boachi met moeite tot bij Geristeas. Nu Ajax weg. Met voorin Bukhari. Vladeres moet de ruimte dichtlopen, maar de paas van Geristeas is zwak. De Sanko die weg weer. Eén kans is meestal wel aan hem besteed, Klaas van Huntelaar. Maar dan moet hij wel de bal krijgen. En dat gebeurde niet. De lange bal, Sanko met de borst. Soeverein. Van Malen. Slechte paas. Met Vladeres. Hij heeft hems gemaakt. Volgens Havenkort. Ja, dat is de vermoeidheid die toeslaat. De echte scherpte en nauwkeurigheid. Verdwijnt langzamerhand aan Groningse kant. Wat wil je ook? En wat de ploeg gegeven heeft tot zover. Galasek. Huntelaar niet bereikt. Silva. Sneijder. Boachi. Galasek. Sneijder. Bukhari. Babel. Makkelijk langs Silva.
naast Bukhari. Babel is doorgelopen. Een goede voorzet. En het is 2-1. Maar die komt er niet. Silva gaat weg. Het zal nog een aardige klus worden voor FC Groningen om die 2-0 over de 90 minuten te brengen. Charisteas, er komt meer ruimte. Sneijder. Sneijder. Charisteas. De voorzet van de Griek. En Huntelaar met het duw. Het is gezien door Havenkort. Kijk naar Huntelaar. De duw in de rug van Lindgren. En de terechte vrije trap voor FC Groningen. Buis. Trap van Van Malen. Jans zou natuurlijk Cornelissen kunnen brengen. Voor wat vers bloed. Voorin. Hij met zijn snelheid. Alsnog laat hij het zo staan. Sanko met de verre trap. Zulke duels worden meer en meer gewonnen door Ajaxide. Charisteas. Huntelaar wil die bal in de voet. Bukhari, daar geldt hetzelfde voor. Bukhari, Huntelaar. En dan eindigt het bij Roorda. En Manuel Son komt weg. Overtreding van Galasek op Van der Laak. Jans met de flessen die hij naar zijn medespelers gooit op het moment dat er een vrije trap is. In dit geval naar Van der Linden. De vrije trap. Heitinga trap weg. Lindgren met de borst. En het overzicht. Selman. Met Boracci. Sneijder. Er is niemand van Ajax. Luijrink, Boorda. Nefland. Van Malen. Luijrink. En Manuelsson. Probeer Manuelsson. Mag aardig stuk doorlopen. Emanuelsson met de geplaatste bal. Niet hard genoeg, niet verrassend genoeg. Roorda. Van Malen. Huntelaar. Bukhari. Overtreding van Sanko. Tot nog in Bukhari. Ja, zij zouden die twee heel graag in een drie veranderen. Er is maar weinig voor nodig, althans op die positie. De vrije trap van Wesley Sneijder. Luijrink kop weg. Eén man voorin. En die wacht dus. Erik Nefland. Bal over de hele in de breedte. Boracci. Van der Linden. Door het midden. Geen buitenspel. Selman. En nog een keer door het midden. Boracci haalt haar weg. Maar niet afdoende. Van der Laak. Probeert de bal in eerste instantie mee te nemen. Flederis. De voorzet is niet goed genoeg. Boracci. Charisteas. Lindgren. Van der Laak. Silva. Het is daar vol. Van der Laak. Dat is gevaarlijk. De tegenstoot van Ajax met Charisteas. Die ruimte voor zichzelf maakt. De voordeelregel goed toegepast. Sneijder. Gestuurd door Silva. En nu Groningen met Lindgren. Die even rust betracht.
Sanko, het moet naar de linkerkant. Daar de vrije man van der Linden. Koppen richting Selmen. Niet afdoende. Geen hands van Sneijder. Boukari richting Babel. Sanko eerder bij de bal. Sanko en Roorda. Wiebelen Sanko. Luiring. Ja, het is uitstekend gespeeld door het centrale duo. Nu het vervolg. Er ligt ruimte. De buitenspelval dreigt. De paas is zwak van Nefland in de voeten van Vermalen. Het kan in deze fase alle kanten op. Waarin Ajax sterker wordt. Babel. Charisteas. Huntelaar heeft positie gekozen. Maar Charisteas kan dit soort situaties ook alleen oplossen. Charisteas, Boukari, Huntelaar. En Sneijder met de afvallende bal. Sneijder en de goal. Wesley Sneijder schiet Ajax richting Champions League. Zo lijkt het. Verdiend is het vandaag absoluut niet. De opluchting is groot bij Blind. De vermoeidheid slaat toe bij FC Groningen. En de spelers van de thuisploeg liggen geslagen. En zo lijkt het ook verslagen op de grond. De gouden wissel, misschien mag je het zo noemen. En kijk naar de blik en de tranen in de ogen bij Danny Blind. Want die zijn er. Na die goal van Wesley Sneijder. Hij doet het toch maar. Terug van een hamstringblessure. Niet volledig inzetbaar. Althans niet in de optiek van Blind. En dan uiteindelijk na het werk van Huntelaar, het wegkoppen van Silva door het midden. En dat is dodelijk. Ook in dit geval. Roorda lijkt er nog heel licht aan te zitten. Maar kan de bal niet afdoende keren. En zo wordt het 2-1. En moet Groningen nog twee keer scoren in de resterende minuten. En dat lijkt onmogelijk. Redding van Vladeres op Charisteas. Blind maakt zich daar heel erg boos. En dan wordt er wat geduwd. En dan gaat Galasek zich daar erg mee bemoeien. Slaan, vechten, schoppen. Ja, de frustratie nu bij FC Groningen. En nu is alles met iedereen aan het rollenbollen en aan het vechten. Sanko met Huntelaar en die wordt nu door Stekelenburg tegengehouden. Boukari daarbij betrokken. Charisteas werd lelijk gepakt. Zoveel is duidelijk, kijk maar. Vladeres die schopt de Griek gewoon risicoloos omver. En dan is de beer los. Begint met Van der Linden. Van Malen erbij. Kijk naar Boukari. Ja, Buijs die wil natuurlijk ook wel het gevecht aangaan. Boukari en Buijs met de hoofden tegen elkaar. En dan lijkt het allemaal toch redelijk mee te vallen. De rook is opgetrokken. En een rode kaart voor Nordin Boukari. Die moet eraf. En ook rood voor Danny Buijs. Wat een triest einde van een prachtig seizoen voor de speler van het jaar van FC Groningen. Hij moet er met rood af. Hij, de man die altijd met het hart op de schoen speelt. Rood voor Boukari, rood voor Buijs. Jammer dat deze wedstrijd zo moet eindigen. Maar de frustratie is groot aan Groningse kant na die late treffer van Wesley Sneijder. De vrije trap van Ajax richting Charisteas. Roorda. De 90 minuten zitten erop. Het bord gaat nu omhoog. 4 minuten extra tijd. Dat zal Groningen niet helpen. Er zal veel nagesproken worden over de gemiste kansen in de eerste helft. De 2-0 die er kwam, de bovende 2-0, de vermoeidheid die toesloeg. Daarna was het Sneijder die toesloeg. En daarna waren het Buijs en Boukari die terug en toesloegen. Daar het duel Buijs-Boukari met de hoofden tegen elkaar, echt geslagen wordt er niet.
alles en iedereen daar razendsnel bij betrokken. En uiteindelijk twee keer rood. UEFA Cup voetbal, dat rest voor FC Groningen. Dat hadden ze al. En ze waren, zo leek het, toch heel dicht bij misschien wel een absolute sensatie. De voorronde van de Champions League. De wissel in de extra tijd. Jorie Cornelissen komt erin voor Mark-Jan Vladeres. Sprookjes bestaan niet, zeiden ze hier in Groningen, maar wonderen wel. Een wonder was heel dichtbij. Sneijder. Met een gouden goal voor Ajax. Zo mag je dat toch zeggen. 10 tegen 10. In de slotseconde. Van der Linden. Sanko. Door het midden. Het hakje. Selman. Sanko. Silva. De voorzet van Bruno Silva. Nefland maakt ruimte. Selman in de draai. En Galasek en Ajax dat eruit kan komen. Niet voor lang. Bruno Silva. Hij de maker van de 2-0. Silva. Hier in Groningen zeggen ze dat hij pas op 70% van zijn kunnen is. Voorzet van Silva. Wordt het nog even spannend in de slotseconde? Nee, dat niet. Die bal gaat over. En dus is het over. Voor FC Groningen. Buis, ook nog de man die de kans had om te scoren in de arena. Daar niet in slaagde. De grote markt zal niet twee keer binnen een paar weken volstromen. Maar Groningen kent een fantastisch, fantastisch seizoen. En Ajax, het pakt in ieder geval deze prijs. De voorronde van de Champions League. En wie weet, aanstaande zondag ook nog wel de beker tegen PSV in de Kuip. Sprookjes bestaan niet, wonderen wel. Een wonder, daar was FC Groningen heel dichtbij, zo leek het, na de 2-0 voorsprong. Maar Wesley Sneijder, de invaller, strooit wat zout in de Groningse wonden. Maar Groningen mag hier met opgeheven hoofd het veld verlaten. De ploeg heeft geknokt voor wat het waard was. Het krijgt de overwinning, maar het krijgt niet een plaats in de voorronde van de Champions League. Die plaats is weggelegd voor het Ajax van Danny Blind. De opluchting is groot bij Ajax. De grote kansen waren er met name in de eerste helft voor FC Groningen. Danny Buis met Fred Grim. Mooi plaatje. En Glenn Selman, misschien gaat hij wel weg. Dit is de laatste optreden voor Groningen. Er is geen kip die hier het stadion verlaat. Alle fans van FC Groningen kijken naar hun ploeggenoten. Sanko. Ja, iemand die zo goed speelt, week in week uit, is die wel te houden voor FC Groningen. Prachtig het afscheid wat de Groningse fans in petto hebben voor hun spelers. Natuurlijk ook de fans uit Amsterdam die blij zijn met het resultaat. Want Ajax plaatst zich voor de voorronde van de Champions League. Het huzarenstukje tegen AZ kan niet nog een keer verricht worden door FC Groningen. De ploeg leek er dichtbij, leek dichtbij een verlenging, maar die kwam er niet. John Jaken en Martin van Geel. En zij hebben zeker begin volgende week heel wat te bepraten met Danny Blind. Ja, echt blije gezichten kun je dit niet noemen aan Ajax kant. De prestatie was zeker niet goed van Ajax, maar Wesley Sneijder scoort, zo mag je dat toch noemen, hier vanavond de golden goal waardoor Ajax in de voorronde van de Champions League uit gaat komen. 1-0 Nefland, 2-0 Silva en toen de nekslag voor Groningen.
prachtig. Alles en iedereen die iets met FC Groningen te maken heeft vormt een cirkel ter hoogte van de middenlijn. Een schitterend seizoen voor het team van Ron Jans. En spelers en technische staf en alles en iedereen applaudisseert voor elkaar. Wesley Sneijder. De matchwinnaar. Tenminste, zo mag je dat toch een beetje noemen. Hij scoorde de 2-1. De ereronde wordt gelopen door de spelers van FC Groningen. Juri Cornelissen, voor hem geen basisplaats vanavond. Geeft ook aan dat Groningen toch een redelijk brede selectie heeft. Als je dat soort spelers buiten de basis kan laten in zo'n belangrijke wedstrijd. Paul Matthijs, hij noodgedwongen buiten het basiselftal vanwege een schorsing.